Dit is Sarah. Sarah is elf jaar oud en ze woont in een huurhuis met een tuin in Zuid. Ze zit op een leuke school in het centrum. Sarah doet het goed op school. Ze blinkt uit in de creatieve vakken als tekenen. En ze heeft een aantal goede vrienden en vriendinnen. Ze speelt toneel bij een jeugdtheaterschool en zit bij de scouting. Sarah heeft één oudere broer en daar kan ze het heel goed mee vinden... Haar ouders zijn zes jaar geleden vanuit Vancouver naar Nederland verhuisd. Sarah was toen vijf jaar oud. Haar vader werkt als wethouder bij de stad en haar moeder werkt als lerares in het bijzonder onderwijs. Ze maken veel tijd vrij voor hun kinderen en doen veel leuke dingen samen in het weekend. Sarah en haar broer worden meertalig opgevoed. Ze spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels. Haar moeder geeft Sarah af en toe extra taalopdrachten. Sarah wil later gaan studeren om architect te worden. Ze is altijd al geïnteresseerd in speciale grote gebouwen. Vroeg dan aan haar ouders wie die gebouwen heeft gemaakt en bedacht. Ze wil later ook graag haar eigen huis ontwerpen. Ze hoopt dat ze later een fijne man heeft, twee kinderen en een Labrador. Het liefst gaat ze in Spanje wonen omdat het daar altijd lekker weer is. En maakt ze veel reizen met haar gezin in hun camper. We vroegen aan economen Katrien Kestelood hoe groot de kans is dat Sarah's dromen werkelijkheid worden. Zij zei: groot. Thuissituatie: stabiel. Ouders zijn bij elkaar, liefdevol gezin. Haar ouders hebben veel aandacht voor de kinderen en ondersteunen hen in hun ontwikkeling en interesses. Schoolsituatie: goed. Goede school: aandacht voor individuele ontwikkeling. Ze is intelligent en haalt goede cijfers. Taalvaardigheid goed. Sarah spreekt goed Nederlands, Engels en Frans. Dit vergroot haar kansen op een internationale carrière. Sociaal netwerk ruim voldoende. Ze heeft een aantal diepgaande vriendschappen. Door haar hobby's heeft ze ook veel contact met verschillende soorten kinderen uit verschillende milieus. Financiële vooruitzichten voldoende. Ouders zijn financieel draagkrachtig. Ze hebben het niet breed. Maar ze hebben genoeg. Haar ouders hebben geen schulden en allebei een baan. Sarah zal op een verstandige manier leren om te gaan met geld en keuzes leren maken. Ze heeft daarbij realistische dromen die sterk aanleunen tegen haar huidige leefsituatie. Afkomst bevorderend. Sarah komt oorspronkelijk uit Canada. De betrekkingen tussen Canada en Nederland zijn bijzonder goed te noemen. Er zijn internationale afspraken op vele gebieden, waaronder de mogelijkheid voor jongeren om voor een jaar in elkaars land te verblijven om van elkaar te leren. Sarah heeft een voorsprong door haar achtergrond, zeker op het moment dat ze een internationale carrière als architect ambieert. De klantgerichte en flexibele aanpak van Nederlandse architecten wordt in het buitenland zeer gewaardeerd. Ook het wonen in Spanje en het leren van een nieuwe taal zal voor haar geen problemen opleveren. Wat zit er in haar broodrommel? Twee bruine broodjes, gezond, stukjes appel, een klein bakje aardbeienjoghurt en een flesje water.